droog in ieder geval. Of een dekbed of knuffels. Dat je dat zo meteen kunt gebruiken voor de benen. Voor nu mag je gelijk rustig afrollen op je rug. Daar starten we. Je benen mag je lang over de vloer uitstrekken. En als je dan licht je handen even op je buik plaatsen, dan even je schouders ontspannen en even heel bewust naar je buik adem. Dus bij een inademing komt die buik rustig omhoog en op een uitademing zakt hij rustig terug. Bruno, ik heb geen beeld bij jou. Adem in, rustig, je buik gaat omhoog op de inademing. En op de uitademing zakt hij weer rustig terug. Dan pak je de handen bij de flanken, zijkant ribben of gekruist. Dus dat je of je plaatst op deze manier aan de zijkant van je ribben, dus gewoon aan de zijkant, of je kruist je armen en plaatst dus eigenlijk je handen onder je oksels, wat jij zelf prettig vindt. En probeer nu ook die buikspieren weer te activeren. Zie je de bekkenbodemspieren activeren, alsof je naar de wc maar nog even vast moet houden. De rits trek je aan van je schamel tot je navel. En je scoopt je navel in en onder je ribben. Dus je core is actief, waardoor er geen buikademhaling meer kan zijn. Waardoor je naar die flanken gaat ademhalen. De flanken, zijkant, ribben. Voorkant, maar ook achterkant. Dus ook als je de duimen eromheen legt bijvoorbeeld. Of de vingertop als je handen gekruist hebt. Dat je ook naar die achterkant voelt, naar de grond toe voelt ademen. En het borstgebied. Dus heel bewust daarin ademen. Laat dan maar een ballon zich vullen met lucht en op de uitademing weer rustig terug. Inademing weer rustig, omhoog, vol. En de uitademing weer rustig terug. Doe dat voor jezelf nog een aantal keer. Goed die buikspieren blijven activeren. Dus geen buikademhaling, maar die ademhaling bij de flank. Laatste vier. En dan mag je de armen naar boven uitstrekken. Recht naar boven naar het plafond. Schouders blijven breed op de vloer. Je core blijft actief. Is daar geen verandering? Je hoofd blijft op de vloer, je rug blijft op de vloer, alleen je schouders stil je op. Dus lift je schouders maar van de vloer af en neer. Opliften en terug. Dus even die schouders er mooi los. Dus lift maar op, buik actief. Acht. Marleen, je laat je hoofd lekker liggen. Zeven. Dus echt die schouders. Zes. Juist. Echt die ruimte daar in die schouderkolom daar. Vijf. Vier. Drie. 2. En kijk maar of je ze om en om, los van elkaar kunt bewegen. Misschien merk je wel dat er in de ene zijde meer ruimte is om omhoog te gaan dan de andere zijde. Kijk maar of je ze los van elkaar kunt liften en terug. Hoofd blijft op de vloer, rug blijft op de vloer. Maar goed, die schouders liften. Kijk maar of er ruimte ontstaat. Verder omhoog, buik actief. 10. Core actief. 9. 8. Buik en voorkant, maar core is ook die rug, dus dat hele corset. 6, 5, 4, 3, nek is lang, kin is bij je. 2, 1, en rustig. Spreid de armen, breng ze langs je oren naar achter en lift ze op. Spreid de armen, breng ze over de vloer langs je oren naar achter en lift ze op. Breng ze naar buiten, over de vloer naar achter en lift ze omhoog. Laatste 2. Laatste. Hou die, probeer die schouders echt breed op de vloer te houden. Ook als je ze lift. En dan gaan we de beweging andersom doen. Dus we gaan eerst naar achter. Schouders breed, core actief. En dus je zorgt dat je rug niet verandert. Zijwaarts over de vloer terug. En lift ze maar naar elkaar toe. Langs je oren naar achter. Rug verandert niet. Dus je moet misschien wat meer en meer werken. Dus omhoog. Zijwaarts en naar elkaar toe. Laatste 3. Laatste 2. En de laatste. En rustig terug. Schouders ontspannen breed.
Activatie, bekkenbodem, spieren, rits, scoop, schouders breed op de vloer. Lift je armen langs je heupen, van de vloer af, lift je romp maar op. We gaan die 100 doen, maar het andere been blijft op de vloer en het andere been gaan we bewegen, op en neer. Krachtig. En je andere been duw je krachtig in de vloer. Dus lift je romp op, armen langs je heupen, één been krachtig in de vloer duwen, je andere been lift je. 10. Prima. 9. Maak hem lang. Strek hem weg. 7. Juist. 6. Blijf je borst liften. 5. Laatste 4. Je mag altijd je been gewoon stil houden. 3. Laatste 2. En de laatste. Rustig je hoofd neer. Breng dat been maar omhoog. Pak hem even vast en even pointen en even flexen. Schouders breed op de vloer. Andere been strek je goed van je vandaan. Strek je teen van je vandaan. En trek je teen maar naar je knieën toe. Hiel van je vandaan. Achterkant bovenbenen. Trek het been gebogen naar je toe. Trek hem maar zo ver mogelijk naar je toe. Misschien wat meer naar je oksel. Je andere been duw je van je vandaan. Dus gebogen trek je nu naar je toe, naar je borst. En misschien een beetje naar buiten, naar je oksel, omdat je nog meer ruimte hebt. En je andere been strek je weg. Dan pak je ook bij die liezen even daar die stretch. En misschien wel je andere hand op je knie om nog ietsje meer, misschien wel gewoon op je schenen, om wat meer naar je schouders te brengen. Dus echt die liezen daar die stretch te pakken. En je andere been over de vloer weg te strekken. Laatste 4. Laatste 3. 2. Breng hem terug naar het midden die knie en laat hem maar even opzij gaan en weer terug. Je mag hem nu nog begeleiden. Dus breng hem maar opzij en terug. Laatste 4. Heupen openen. Laatste 3. Laatste 2. Actief koor. Strek dat been weer uit naar boven. Spreid je armen. En kijk maar of het been opzij kan gaan. Buikspieren werken en weer terug. Dus je brengt hem rustig naar buiten. Core blijft helemaal goed geactiveerd. En je houdt die rug in dezelfde positie. Je bil komt niet van de vloer af. Dan ga je te ver met dat been. Breng hem maar langzaam opzij. Laatste 4. Rustig. Laatste 3. Rits actief. Laatste 2. Draai maar wat uit in pilatenstand. Vanuit je bek, vanuit je heup. Laatste 2. En strek hem zo ver mogelijk uit. En de laatste, maak hem lang, rits actief, niet veranderen. En breng hem rustig terug. Sluit, strek hem over de vloer weer uit. Andere zijde, lift de romp op, armen langs je heupen. De 100, waarbij het andere been omhoog mag liggen. Duw krachtig je been op de vloer, krachtig op de vloer. En je andere been mag je liften of die hou je stil. Actief, hoi Sabine, goed krachtig hè. Andere been krachtig op de vloer. King, de borstbeen over je ribben heen willen brengen. Maak hem maar lang. Strek hem uit. Tien. Negen. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. 3, 2, en rustig neer. Pak het been maar vast onder of boven de knieholte. Andere been steek je goed uit en even pointen en flexen. Schouders breed. Houd hem maar gepoint even stil, strek hem uit. Trek je teen maar naar je toe, hiel van je vandaan, activatie. Duw maar weg. Buig je been, knieholte naar je toe. Andere been goed van je vandaan wegduwen. Misschien wat meer naar je oksel toe, dat iets naar buiten gaat. En je mag ook bij je schenen vastpakken. Dan kun je iets meer nog naar je toe trekken. En je andere been strek je goed van je vandaan. Die heupbuigen daar. Strek hem maar weg. Dan mag je rustig die knie even naar buiten brengen en weer terug. Even die heup openen. 4, begeleid maar met je hand. Rug blijft op de vloer, billen blijven op de vloer. 2,
Laatste. Kijk maar of je hem weer komt uitstrekken, je armen spreiden en het been zijwaarts bewegen. Goed je heupen op de vloer houden, dus de biel gaat niet mee omhoog. Draai maar wat uit in pilatenstand, buik actief. Laatste vier. Langzaam. Laatste drie. Laatste twee. Strek hem uit. Laatste. En breng rustig je knie naar je borst. Andere been breng je erbij. Oké, strek je benen uit in pilatenstand. Draai ze uit. Goed de hielen tegen elkaar. Vanaf de voorkant draai je naar buiten. Lift de romp op. En we gaan weer de 100 maken. Maar we gaan er ondertussen die benen weer toevoegen. Dus intrekken. En uitstrekken. Dus eigenlijk die double straight leg stretch. Met de 100. Dus strek maar die bovenbenen naar je borst toe. Zonder dat je de hakken laat vallen. En strek hem maar weer goed weg. Actief. Dus laat je hakken niet naar je billen vallen. Chris, je mag je benen meenemen. Hè? Dus je benen intrekken en uitstrekken. Intrekken, dus op spanning houden en uitstrekken. Laatste 10. Maar het is prima ook om die 100 te blijven lang. Hè? 9. 8. 7. Gaat het goed, Bruno? 6. 5. 4. Laatste 3. Laatste 2. En de laatste. En opnieuw breng je even je schouders op de vloer, knieën bij je borst. Even rustig losdraaien. Maar Bruno, ik zie nu je berichtje, maar het lukt nu toch? Je kunt alleen maar heel klein kijken. Oké, we doen hem nog een keer. Benen strek je weer uit. De armen gaan langs je heupen. En we gaan die benen om en om bewegen. Maak maar die 100. Actief, strek je benen maar krachtig uit. Verleng je benen maar. Maak ze heel lang. Actief. Kin in. Tien. 9, 8, 7, strek je benen uit hè, voor 6, 5, 4, 3, 2, 1, en rustig de knieën bij de borst. En als het goed is, zijn we een beetje warm nu. Chris is warm, gelukkig. Bekkenbodem, Marleen ook, oké. Benen hoek van 90 graden. Bekkenbodemspier actief, rits actief. Mag je even doen, even kort om en om je bovenbenen van je vandaan. Activeren die core. Nek is lang, kin is bij je. 10, rustig. 9, schouders breed. 8, 7, 6, 5. En die zorgt dat die rug niet verandert. 4. Mooi Chris, hou hem actief. 3. Voor 2. 1. Alleen je rechterbeen. Alleen rechts. 10. Allaas, kop hem goed in. Langzaam en langzaam. 8. Juist. 7. Gaat goed, Patricia? 6. 5. Laatste 4. Laatste 3. Voor 2. En wisselbeen. Goed geactiveerd, hè? Langzaam bovenbeen van je vandaan. Benen blijven in die hoek van 90 graden. 9. Laatste 8. Schouders breed. 7. Laatste 6. Laatste 5. Nog 4,
Laatste drie. Laatste twee. En de laatste. Zet dan de handen weer tegen die bovenbenen aan. Laat je hoofd op de vloer. Duw je handen tegen je bovenbenen. Je bovenbenen tegen je handen. Goed activeren. Blijf duwen, blijf duwen, blijf duwen. 16. Krachtig, harder duwen. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Bruno. 9. Gelukt. 8. 7. 6. Blijven duwen. 5. Schouders breed. Rits actief. 4. 3. 2. Strek je benen uit het pilatus. Lift erop op in de laatste keer. 100. Actief. Rijk maar weg. 16. Lang. 15. 14. Juist. 13. Prachtig. 12. Krachtig. Kom, lift hierop op. 11. Juist. 10. Rijd die benen ver weg. 9. Draai je benen in pilatusstand. 8. Schakel die heupbuigen uit. 6. Ga meer naar de achterkant van je benen. Dan daar goed die hielen tegen elkaar. Duw. 4. Actief. Yes. 3. 2. En rustig die knieën bij je borst. Prima. Strek je rechterbeen maar uit. Je linkerbeen zit je wat verder van je vandaan. We gaan de teaser doen. En je weet, je kunt je knie altijd vastpakken. Je voet naar beneden duwen. En op die manier door naar voren gaan voor je nek. Oeh, weer uitstrekken. En dan wel de roll down maken. Ja, dus kies ervoor om je knie altijd vast te pakken om tot zitten te komen. Of je been goed uit te strekken. En die teaser, roll up. Strek hem op de vloer uit. Andere been erbij. Nekpoel overheen. Rustig terug. Rol je rustig wervel voor wervel terug. Zet je benen maar weer neer. Strek je andere been uit. Dus maak je weer de teaser. He, dus lift op. Strek je uit. Breng hem op de vloer. Andere benen naast. Nekpoel. En maak maar gewoon die roll down. Dus niet je teaser naar beneden. Maar maak maar die roll down naar beneden. Yes. Dan buig je het been weer. Teaserbeen op. Breng hem omhoog. En als het been wat gebogen staat, is iets verder van je vandaan. Hè? Want anders rol je, kan je niet oprollen. Kun je die teaser niet maken. Dus het been wat gebogen op de vloer staat, staat niet dicht bij je. Want dan kun je nooit die roll-up maken. Dus dat been staat wel wat verder van je vandaan. Oké. Maar als je ligt, mag je even blijven liggen. Gaan we nou ook met z'n allen doen. Mag je rechterbeen uitstrekken, linkerbeen gebogen. Teaser, roll up en dan blijf je zitten. Teaser, roll up. En lift dan hier dat been maar 10 keer. Verleng jezelf. Strek vanuit je onderrug uit. Dus je lift hem, telt voor jezelf 10 keer. Dan leg je hem op de vloer neer. Strek je het andere been uit. Maak je die nekpoel over die vieze bal heen. Rol je wervel voor wervel weer terug, zoals we net hebben gedaan. Kijk uit, Allah, voor je kat. En het andere been. Dan strek het andere been uit. Doe je nogmaals weer voor de andere zijde. De teaser omhoog. Strek uit. Lift je weer voor jezelf. 10 keer dat been gestrekt op. Verleng vanuit je onderrug. Heb je hem 10 keer gelift, dan strek je hem over de vloer uit. Maak je die nekpoel. Rol je wervel voor wervel terug. Gaat die, Patricia? Oké, rustig aan, hè. En dan weer rustig door naar roll down. En dus als je het met de gebogen been doet, dan zet je één been neer, knieholt er vast, duw je naar beneden, strek je hem dan uit. En dan kun je ook been gaan liften. Juist. Strek vanuit je onderrug uit en maak je lang. Prima. Activeer. En laat zien dat je er bent. Dus helemaal lang. En kijk even waar je bent. Maar in ieder geval nog één keer rechts, één keer links. Dat je dus allebei evenveel gedaan hebt. Je teaseren, 10 keer liften. Maak je goed lang. En na je 10 keer lift, maak je die nekpoel. En weer rustig de roll down. En als je daarmee klaar bent, mag je op je rug blijven liggen. Ligt lekker, hè, Annemiek?
juist. En als je op de grond ligt, mag je weer je benen om en om buigen. Nek is lang, kin is bij. We gaan de buikspieren sessie doen. Rits actief, breng je één been hoek van 90 graden. Houd hem geactiveerd voor wanneer je het andere been erbij zet. Lift de rond erop, hè. Niet je buik naar buiten duwen, maar juist geactiveerd houden. Lift op de single leg stretch. Voet zal tegen de binnenkant been tegen je voet duwen. De oppositie zoeken. Lift maar op en om en om. En de handen, hè, dus als je de stand van de handen weet, is dat prima. Pak je hem daar op die manier. Duw je tegenaan. Lift die rond maar op. Krachtig wegduwen. Rits actief. 10. 9. Maak hem lang. 8. 7. Juist, 6. Strek hem goed uit. 5. Mooi. Hou die rond omhoog. Rits actief. Laatste 4. Laatste 3. 2. En die 100 is de lopende draad er doorheen. Strek je benen maar uit, maar de 100. 10 tellen maar. 10. 9. 8. 7. 6. Verleng. 5. Rits actief. 4. 3. 2 benen in de lucht brengen al. Juist. 2. 1. En rustig terug. Laat je de benen op even op je kussen. Dus je legt je benen op je kussen. Verleng. Buik actief. En we gaan met lange benen vanuit de heupen even lekker je hielen krachtig in dat kussen duwen. Krachtig. Het kan ook een blokje zijn. Of in ieder geval een knuffel. Of een deken. Of opgerold kussen. Opgerolde handdoeken. In ieder geval dat je niet met je hielen krijgt op de vloer. Of je matje die je opvult. Maar in ieder geval dat je iets zachter zonder je hielen hebt. En tempo vanuit je heupen. Echt actief. Om activeren voor de achterkantbenen, voorkantbenen. Gelijk warm worden. Lang, 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 lang. Veel tempo, tempo. Echt een hele snel tempo. Actief. Dat kan sneller, alle. Juist. Oh, de poes schrikt zich rot. Actief, actief, actief. Kom, Christine, dat kan nog krachtiger. Vanuit je heupen. Juist, Patricia. Mooi. Ga lekker door. Oké, want je zorgt ervoor dat je de hielen niet pijn doet op de vloer. Je mag je hoofd laten liggen, hoor, Bruno. Echt voor je achterkant benen. Klop. 16. Sabine, je kin een beetje in. 15. Rits actief. Voelt het goed voor je rug? 13. 12. Kijk dan of je het anders niet doet, hè. 10. 9. 8. Krachtig. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Zet je voeten neer. Dicht bij je. Comfortabel bij je billen. Tenen recht van je vandaan. Armen langs je nu. Langs je lichaam, bekkenbovenspier actief. Lift alleen je billen op en dan rustig wervel voor wervel die shoulder blades. Lift maar op. Schouders van de vloer af. Bovenbenen van je vandaan. Dit is de eerste wat we gaan doen. Duw maar weg. Armen langs je heup en maak maar de 100. Krachtige beweging. Langs je heup, dus niet te laag. Duw vanuit je grote teen jezelf in die vloer weg. Vanuit die grote teen. En Sabine, als je te veel moet compenseren, dat je in je rug voelt en hou je de armen stil en hou je alleen die billen hoog in die shoulder blades. 10. Kom, Patricia, duw die billen maar omhoog. 9. Mooi, Marleen. 8. Zijn alle grote tenen in de vloer? 7. Activeer. 6. Krachtig. 5. Bruno ook. 100 met je armen. 4. Lang maken. Die armen bewegen in de 100. En je billen zijn van de vloer af. 3. 2. 1. En rustig, armen terug, wervel, vol wervel terug. Core actief, breng je benen om en om in een hoek van 90 graden tafelbladpositie. Double straight leg stretch. Lift je romp op, handen bij de schenen, knie iets naar buiten. Kijk of je alleen je armen doet, of je alleen je benen doet, of ze allebei tegelijkertijd. Inademing, verleng, uitademing terug. Inademing, verleng, uitademing terug. Inademing, verleng, strek je goed uit. Laatste 5. Rits actief. Laatste 4. Prima. Allah, hou je schouders op, hè. Laatste 3. Juist. Laat ze niet zakken. Ik zie het wel. Laatste 2. En die laatste. En weer door naar de 100. 10. 9. Krachtig. 8. De 100. 7. Die komt er steeds tussen. 6. Verleng jezelf. 5. 4. Rits actief. 3, 2,
En rustig je benen weer terug. Misschien wat zakken naar beneden op de kussens. Gaan we weer vanuit die heupen. Actief. Actief. Krachtig, krachtig. Vanuit je heupen. Veel meer. En Sabine, voor jou kun je eventueel ervoor kiezen. Deze dan niet. Of je kunt bekijken of die wel gaat als je de romp wat optilt. Maar dan pak je wat meer je buikspieren nog erbij. 16. Kop lang. 15. Heel actief. 14. Krachtig, lange benen. 13. Dat kan harder. Slaan op die kussens. 12. 11. Krachtiger. 10. Lange benen, lange benen. Vanuit je heupen. 9. Niet vanuit de knieën, maar vanuit de heupen. 8. Sneller. 7. Ja, 6. Geen pauze, Alla. 5. Kom op. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. Laatste. Zet weer rustig je voeten. Comfortabel bij je billen. Arm langs zijn, niks lang, kines bij je. Lift die benen weer van de vloer. Of duw je bovenbenen maar van je vandaan. Schouders van de vloer. Krachtig wegduwen. Groot teen in de vloer. En weer de 100. Krachtig. Duw je bovenbenen van je vandaan. Billen actief. 10. Marleen, kunnen die billen nog hoger? 9. Annemiek, kunnen de billen hoger? 8. Duw ze weg. Juist. 7. Bruno, dus voeten in de shoulder bridge. Dus je voet op de vloer, benen gebogen. Je billen van de vloer af. 5. En dan de 100. 4. Juist. Prima. 3. Armen langer vanuit die schouders. 2. En rustig de armen terug. Wervel voor wervel terug naar de vloer. Core actief, rits actief. Breng je één been in de hoek van 90 graden. Andere been erbij. Strek je benen naar boven uit een pilates stand voor de lowering. Draai ze goed uit. Handen weer, bedje overgang van je nek naar je hoofd. Lift erop op, ellebogen zijwaarts, maak je lengte. En rustig de benen, inademing van je vandaan, uitademing terug. Maak je lengte, duw ze weg, inademing van je vandaan, uitademing terug. Goed actief, strek ze weg. Ondersteunen, duw je hoofd tegen je handen aan, core actief. Lang maken, strek ze weg. 10. Langzaam. 9. Voor 8. 7. Voor 6. Prima, maak ze lang. Strek ze uit. Voor 5. Lengte maken. Voor 4. Laatste 3. Inademing van je vandaan. Uitademing ook geactiveerd houden. Terug. Laatste 2. En de laatste, hou hem weer stil en weer de 100. 10, krachtig, juist. 9, 8, langs je heupen. 7, borstbeen over je ribben. 6, je hoofd is stil, hè, vanuit je schouderbladen. 5, prima, rijk ver weg. 4, 3, 2, 1. En rustig strek je de benen weer op de kussens uit. En komt er weer, actief. Hielen van je vandaan, tenen actief omhoog. Vanuit die heupen. Actieve beweging. Lengte maken. Juist. Prima, Sabine. 16. Kom lang maken. 15. Vanuit die heupen. 14. Dat kan sneller. 13. 12. Misschien worden ze moe. 11. Maar laat ze werken. 10. Kom op. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Weer rustig buik geactiveerd blijven houden. Zet je voeten weer comfortabel dicht bij je billen. Tenen recht van je vandaan, groot en in de vloer. Armen langs zij, lift eerst alleen maar je billen van de vloer. En dan wervel, vol wervel de rest omhoog. Doe je bovenbenen van je vandaan. En blijf hier maar gewoon even staan. Die 100 nu even niet. Maar kom op je tenen staan en weer terug. Mits je geen kramp krijgt op je tenen en weer terug. Hou die billen hoog. Tenen en terug. Tenen en terug. Twee tenen tegelijkertijd en terug. 16. 15. 14. 13. 12. Prima. 11. 10. 9. Dus echt op die tenen. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, blijf even op je tenen staan. 10, duw je bovenbenen weg. 9, actief. 8, 7, 6, 5, krachtig. 4,
3, 2, rustig eerst je voeten plat, dan wervel, vol wervel. Yes, trek je benen naar boven uit. Single straight leg stretch. Lift er op, verende beweging in de benen. Dus duw je kuit krachtig weg tegen je handen. Actief buik. Krachtig weg, juist. Schouders breed. 10. Maak lang, hè. 9. Strek ze weg. 8. 7. Prima, maak lang. Voor 6. 5. 4, 3, 2, en opnieuw de 100. Krachtige beweging. Sla maar weer. Schouders breed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en de laatste keer. De voeten op de kussens. Laatste keer. Bekkenbodemspier actief, rits actief, komt u weer. De laatste keer, actief. Hielen van je vandaan, tenen omhoog. Schouders breed, nek is lang, kin is bij. En maak maar tempo erop. Krachtig, krachtig, krachtig. Laatste keer. Yes. Mag nog sneller dan ik je nu doe. Kijk maar waar je het uit kunt halen. Kul op. 16. 15. 14. 13. 12. 11. Buik actief, 10. Laat hem niet los. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En ontspannen. Doordat we die verhoging toch hebben, mag je daar je voeten op plaatsen. En met je billen misschien even wat naartoe schuiven. Zodat je voeten nu op die verhoging staan. Ja, als je voeten nog steeds comfortabel dicht bij je billen, maar nu schuif ik dus of je kussen naar je toe of die billen wat naar het kussen. Bekkenbodemspier actief, rits actief. Duw je billen maar van de vloeren. Bovenbenen van je vandaan. Als je kramp krijgt, hè, dan ontspan je. Dan blijf je gewoon in deze houding staan. Of je neemt even rust als je echt die kramp krijgt. En anders ga je kijken of je om en om je benen kunt uitstrekken. Knieën naast elkaar, waarbij je de voeten op de kussen. Duw je billen goed omhoog. Verleng jezelf, maak je goed lang. Met je geen kramp krijgt, hè, dan neem je even je rust. Duw je bovenbenen goed van je vandaan. De eerste focus is, ja, is je grote teen op de vloer. Of althans in dit geval in het kussen geduwd. Is je billen hoog en duw je de bovenbenen krachtig van je vandaan. Go. Laatste 16 tellen. Knieën naast elkaar houden. 15. Billen omhoog, hè, billen van de vloer af. 14. Juist, langzaamaan. 13. 12. 11. Duw weg. Voor 10. 9. Juist. Voor 8. Laatste 7. Laatste 6. Laatste 5. 4. Nog 3. Laatste 2. En rustig, twee voeten erop. Wervel, vol wervel, breng hem terug naar beneden. De laatste, de crisscross. Bekkenbodemspier actief, rits actief. Beenhoek 90 graden, andere been erbij. Lift er rond erop. Handen weer een beetje overgang van je nek naar je hoofd. Lift goed op. En draai maar in naar de knie die naar je toe komt. En het is oké om twee knieën naast elkaar te houden. Als je daar je focus wil houden. Je goed kan roteren. Voorkant schouder wil er naartoe. Je gaat niet over je schouder draaien. Dus draai maar in en weer terug. Draai maar in en moet die core actief, rits actief. Verleng jezelf maar. Juist. 16. 15. 14. 13. Dus allebei schouders van de vloer, even 12. Alle op, til die schouders op. 10. Chris ook, andere schouder ook van de vloer. 9. Juist. Laatste 8, dus draai dan minder ver in. Als je voelt dat je schouder over de vloer gaat, til hem meer op, minder ver indraaien. 6, rustig, voor 5. Duw je hoofd tegen je handen aan, mooi Marleen. 4. En dan daar laatste 3, Annemiek ook goed. Nou, allemaal top bezig. 2. En de 100, de laatste. Komt-ie, krachtig.
verleng jezelf en maak je lang. 10. Rijd ver weg. Borst ver over je ribben. 9. Hielen krachtig tegen elkaar. 8. 7. Duw je hielen tegen elkaar. Benen in pilatenstand. 7. 6. En dan kan Patricia ook met je voet op de vloer. 5. 4. Juist. 3. Prima. Laatste 2. En rustig. Top. Als je er klaar voor bent, dan mag je rustig de roll-up maken. Of je rolt tot zit, of je maakt zelf de roll-up actief. Maak je de roll-up wervel voor wervel. Even naar die nek toe. Strek hem dan maar uit. Yes. Mag je de benen even spreiden. Schouders laag. Hielen van je vandaan. Adem in, verlengen. Misschien dat je zelf nog even opdoet. Dan neer naar voren, dat je goed op die zitbordje zit. Allebei je billen blijven op de vloer. Dus je houdt ook hier die uitdraaiende bekken. Hou je armen maar even op je schouders. Schouders uit, aan mijn rotatie en naar voren toe. Yes. Inademing, verleng. Elleboog goed naar achter brengen. Uit, aan mijn rotatie. Inademing, lengte en breng hem daar maar naar voren toe. Zonder dat je die ellebogen laat zakken. Dus je ellebogen blijf je naar achter brengen. Inademing, verleng. Rotatie en over die bal heen. En verleng jezelf. En die ellebogen blijf je naar achteren brengen. Dus op die manier haal je dus ook die core recht. Hè? Dus die ellebogen blijf je naar achter brengen. Want die kunnen toch opgeven. Die kunnen niet verder naar achter. Dus dan zit je gewoon helemaal goed. Dat je ook die schouderbladen er ook naartoe trekt. Verlenging. En allebei je billen op de vloer houdt. Ga daar rustig mee door. Maak die lengte. Draai maar die rotatie. Actief. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. De laatste. Prima. Mag je op je zij komen liggen? Platte zij helemaal lang maken. Je hoofd ligt ook plat op de vloer. Zul je arm gebogen of gestrekt houden. Nou, als je gestrekt hebt, dan ga je misschien met je hoofd wat meer naar beneden. Dus dan kun je een beetje arm buigen of een kussen eronder leggen. Rits actief. Vingertoppen voor je navel. Maak je goed lang. Als je rechtop staat, zit dat bekken naast elkaar. Ga je liggen, zak dat bekken in. Hè? Dus wat je doet, is je bovenbeen langer maken dan je onderbeen. En breng dan je benen een klein stukje naar voren. Dat je een klein beetje stabilisatie zoekt daar. Blijf goed op je zijsteun. Schouders laag. En dan brengen we het been gaan we omhoog. Hij mag nu hoger dan anders. En breng hem terug. Dus we maken nu de hele grote beweging. Breng hem op. En breng hem rustig terug. Maar je blijft je heup wegduwen. Lift op. En breng hem rustig terug. Lift hem op. Strek hem uit. Duw je heup weg. Voor 4. Dus hij mag erg omhoog. 3. Zonder dat je voelt dat hij inzakt. Dan gaat hij te hoog. Ja? Dus je blijft je heup wegduwen. Voor 3. Maak lange lengte. Voor 2. Laatste. En dan gaan we de cycle doen. Dus je bicycle. Je brengt hem ingebogen naar je borst. Duwt je hiel van je vandaan. Breng hem dat door naar achter. Dus iets verder dan je andere been. Buigt weer je hak naar je bil en trekt hem in naar voren. Strek daar je hiel van je vandaan. En we maken op die manier die bicycle. In lijn met je heup. Dus je laat hem niet zakken. Trek hem in, knie naar de borst. Strek je hiel van je vandaan. Duw je been gestrekt door naar achter. Verder dan je andere been, maar blijf hem uitdraaien. Zonder dat die rug verandert. En trek dan weer je hak naar je bil en duw hem dan weer naar voren. Maak hem lang. Laatste 4. Strek hem weg, bicycle. Laatste 3. Gecontroleerd. Laatste 2. Nou wordt hij nog leuk, want nu gaan we hem andersom doen. Reverse. Naar voren gestrekt. Trek je knie naar je borst. Breng hem dan met je hak naar je bil naar achteren. Strek hem daarachter uit. Dus dan gaat reverse bicycle. Onderste been. Lang actief op de vloer.
Maak lengte. Laatste vier. Voor drie. Strek hem weg. Voor twee. Laatste. Houd hem dan stil. Draai hem goed uit een pilatesstand. En lift hem hier kleine stukjes. Hele kleine stukjes. Bovenbeen goed wegduwen. Kleine stukjes. 16. 15. Maak lengte. 14. Dus alleen maar bewegen. Is veel minder intens. Dus dat je hem ook echt lang maakt en heel wegstrekt. Daar. 12. 11. 10. Wel langzaam gecontroleerd. 9. 8. Strek hem weg. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En rustig breng je hem terug. Buig je benen in. Blijf op dezelfde zijde als je jezelf opdeelt. En we gaan naar de zijplank. Niet de sidebend, maar de zijplank. Dat kan op je elleboog of dat kan op je hand. Wat jij prettig vindt, hakken goed naar je billen. Knie aan het randje van de mat, hand aan de andere van de mat. Duw jezelf op en dat kan ook met twee benen gestrekt. En wat we gaan doen is, we gaan de arm uitstrekken. En we gaan er eigenlijk onder roteren. Dus uitademing en inademing lengte. Uitademing, rotatie, waarbij je niet het bekken meedraait, maar je bovenlichaam draait en je bekken recht naar voren wil houden. Dus dat wat we ook wel staan doen net, is dat we de rotatie maken. Bekken blijft recht naar voren en alleen je bovenlichaam draait. Juist, dus dat kan op je knieën. Kan op je knieën, kan op je tenen, het kan op je hand of het kan op je elleboog. Dus kies wat voor jou oké vindt. Hou wel je billen goed omhoog. Hou door hoor. 16. 15. 14. Nou, dat is wel lang aan het tellen wat ik doe, hè? 6. Doe de 10. 5. Laatste 4. Laatste 3, duw jezelf uit die hand. Laatste 2. En de laatste. En rustig breng je hem terug. Onthoud welke zijde je gehad hebt. Mag je plat op je buik komen liggen. Handen onder je elleboog, onder je schouderlijn. Bekkenbovenspier actief, rits actief, scoop je navel in, duw jezelf uit de vloer. Goed je hak of goed je bekkenbovenspier activeren, die core actief. En brengen we rustig je hak naar je bil en weer terug in die kickbeweging. Dus kick, kick en terug. Kick, kick en terug. En verleng jezelf en maak je lang. Dus je onderste rug tussen wervelschijven krijgen ruimte omdat je lengte maakt. 10, kick, 9, 8, duw jezelf eruit hè. 7. En dan niet alleen je hak naar je bil, maar ook je onderbeen, je knie van je vandaan willen duwen. 5. Marleen, je mag op je ellebogen steunen. Hè? Elleboog onder je schouderlijn. Dus je ellebogen liggen onder je schouder. Juist. 3. Laatste 2. Laatste. En oké. Okay. Strek je armen uit. Schouderbreedte. Bekkenbodemspier actief, rits actief. Scoop je navel in. Adem in, verleng, uit, dan lift je armen, lift je benen, lift je op en maak maar weer die swinging. Tempo, voorhoofd naar beneden gericht. Actief, lekker actief, tempo erin. 16, 15, mooi lang, 14, prima. 13, 12, 11, 10, 9, klop, 8, strek je uit. 7, 6, Marie, Annemiek, lift hem op, armen lang, 5, 4, juist. 3. 2. En ontspan. Duw jezelf door naar achter. Child pose. Doe hem zo meteen nog een keer maar op voor de als we die andere zijde hebben gehad. Jee, draai door naar de andere zijde. Lekker op je zij liggen. Maak je helemaal lang. Twee benen lang maken. Bovenste been maak je nog langer dan je onderste been. Schouderbladen breed. Duw hem krachtig weg. Krachtig. En ook hier
Gaan we weer liften, inademing gepoint op. En hij mag nu lekker hoog als je maar je heup weg doet. En geflexed, blijf liggen. En geflexed weer terug. Onderste benen ook actief op de vloer. Schouders bladen achter op je rug. Dus inademing lengte, uitademing geflexed weer terug. Duw hem krachtig weg. Activeer. Laat je hoofd lekker ontspannen liggen. En je onderste been krachtig op de vloer duwen. Allah, ook je onderste been lang maken. Juist. Mooi. Chris, duw je bovenste heup nog een stukje weg. Hè? Chris, die boven. Christine, die bovenste heup juist langer maken. Patricia ook. Onderste been lang maken. Je bovenste heup nog een stukje verder van je vandaan duwen. Juist. Lengte. Mooi. En dan daar schouders ontspannen. Marleen ook. Kun je ook nog je heup ietsje verder weg duwen? Juist. Top. Voel je het? Waar je dan heen gaat. Hè? Juist. Mooi. Bruno, laat je hoofd lekker ontspannen liggen. Hè? Anders een kussen onder je hoofd of je arm gebogen. Hè? Dat kan ook. En Sabine, jou zie ik niet helemaal goed. Ik zie wel je benen inderdaad. Ik zie net je heup niet, maar probeer je heup goed weg te duwen. Hè? Laatste vier. Laatste drie. Laatste twee. Maak lengte. En we gaan die bicycle doen, hè? Dus we brengen hem naar achteren gestrekt. Hak naar je bil, been door naar voren. Strek hem daaruit, heel van je vandaan. Die bicycle. Cirkel, cycling. Schouders laag. Gecontroleerd in lijn met je heup. Duw maar krachtig weg. Gecontroleerd, hè? Dus ook als hij naar achteren gaat, kijk maar of je wat kunt uitdraaien. Rug niet veranderen, is goed. Vooral als je naar achter gaat, dan moet je heel erg hard werken om te stabiliseren. Juist. Laatste vier. En die hand is wel ontspannen. Laatste drie. Laatste twee. De laatste. En dan draaien we hem om, hè. Gaat die reverse, dus strek naar voren. Dan breng je de knie naar je borst. Dan pas je hak naar je bil. Duw hem door naar achteren gestrekt. Gestrekt naar voren. Knie naar je borst. Dan pas je hak naar je bil toe brengen als je hem naar achteren verplaatst. Maak hem lang. Laatste vier. Laatste drie. Laatste twee. En de laatste boven elkaar. En een klein stuk. Draai me goed uit in plaatsen stand. Duw je heup weg. Kleine stukjes daar. Deel maar krachtig weg. Misschien dat je zelf nog met je hand kan voelen. Kun je hem nog wegduwen? 16. Kleine stukjes. 15. Langzaam. 14. 13. Maak hem lang, hè. 12. 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en buigen ze maar even op. Duw jezelf op voor die zijplanken met die rotatie erin. Je hand of je elleboog. Knie aan het randje van de mat, hand aan de rand van de mat, duw jezelf op of twee benen lang. Maak je weer lang en maak maar de rotatie ronde waarbij je bekken naar voren blijft en je romp eigenlijk probeert zoveel mogelijk in te draaien. Yes. En houd dat bekken goed omhoog. 10. En dat kan ook op de knie of en op de elleboog. 9. Duw jezelf goed omhoog. Mooi. 8. Hou die billen omhoog, hè. Dat bekken omhoog. 7. Dus Allah, probeer dat bekken helemaal stil te houden, alleen maar je bovenrib. 5. Juist, mooi. Voel je het verschil? Laatste 4. Houd het bekken goed naar voren blijven staan. Laatste 3. Ja, uit Marmeleen. Laatste 2. Christine, je mag wat meer met je romp indraaien. Ik weet dat jij meer met je romp. Juist, voel je het? Nou, doen we er nog 2 dan voor jou. 2. Strek hem uit. Chris, ik hoor ze allemaal zeggen, dankjewel Chris, dat we nog 2 mogen. Hè? En ontspan. Mag je weer rustig op je buik komen. Weer bekkenbodem, spieractief, ritsactief. Scoop je navel in, duw jezelf uit de vloer.
Eerst wel even die lekker. Duw niet alleen je hand naar je bil, maar verleng je been. Dus je knie, dus als je je been lift, duw je de knie van je vandaan. Rits actief. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Maar alleen duw jezelf uit je elleboog. Geen je hand een beetje in de schouderbladen. Duw jezelf eruit. Schouderbladen zakken toe. Juist. 4. Laatste 3. Patrice, je ook. Schouderbladen elkaar toe. 2. Laatste. En rustig. Rustig naar beneden. Hou die core actief. Armen langs. Schouderbreedte. Bekkenbodemspier actief. Rits actief. Scoop je navel in. Adem in. Verleng. Schouders weg bij je oren. Lift je armen. Lift je benen. Lift je romp. En maak maar weer die swing. Tempo. Go. Actief. 16. Krachtig. Actief. 15. 14. 13. 12. Go. 11. 10. 9. 8. 7. Maak lengte. Juist. 6. Prima. 5. 4. Lift, lift, lift. 3. 2. En rustig ontspannen. Doe jezelf even in een child pose. Knieën uit elkaar, tenen bij elkaar. Ontspannen schouders. Even je armen langs je lichaam naar achter, is prima, hè? Laat je handen onder je schouderlijn, knieën onder de heupen. Schouderbladen achter op je rug. Zet je rechterbeen, correctief, zet je rechterbeen over de vloer uit. Dan lift je hem en maken we die tricep dips. 5 keer rechterzijde, 5 keer linkerzijde met been dan. Breng je lichaam zich naar voren, ellebogen langs je lichaam. 5, rits actief. 4. 3. 2. En dan mag je rustig wisselen. Eerst je core actief, andere been over de vloer uitstrekken. Dan pas liften. En ook hier naar voren. 5. Verleng jezelf. Core actief. 4. 3. En de bogen langs je lichaam naar achteren. Voor allemaal niet naar buiten, maar naar achteren. Laatste 2. En de laatste. En ontspan. 3. Mag je komen zitten? Dan weet ik niet of je het ziet. Ik zal hem even op de vloer doen met zwart-zwart weer. Dus allebei je benen zijn gebogen. Yes, dus je één been. Dus dit been is gebogen voor je andere been. Zet je wat gebogen daarop zij. En dan gaan we eerst de voeten liggen aan één kant. Die kant gaan we eerst op. Verleng jezelf en rijk maar overheen. Dus maak allebei de zijdes lang. Yes. Dan zet je je hand wat meer naar achteren toe en duw jezelf op. En waarbij je best het rechterbeen of linkerbeen wat daarop zijn, wat mag opduwen. Je bekken duw je ook naar voren toe. Ga er maar overheen. Breng hem weer rustig terug. Verleng weer naar die zijstrets. En ook nu. Breng je hand naar achteren toe en duw jezelf omhoog. Duw die knie maar van de grond af van je vandaan. Bek omhoog naar voren. Beetje schuin naar achter en breng hem rustig. Wisselzijde, de benen naar de andere kant. Onderste been parallel aan de mat. Voeten gaan naar één kant toe, dus die mag je één enkel vastpakken. Verleng jezelf en rijk maar zijwaarts over. Je gaat naar je voeten toe. Schouders laag. Breng hem rustig achter bij je bil een beetje. Duw omhoog. En misschien ook je andere knie van de vloer af en vanuit je voet opduwen. Bekken naar voren. Dan strek je maar mooi achteruit. Breng hem rustig terug. Opnieuw je voet vast, enkel. Maak hem lang, verleng hem, strek hem over, schouders laag. Dus naar je voeten toe, hè. En breng hem rustig terug. Adem in, verleng. Strek je maar uit.
breng hem rustig terug. Top gewerkt weer. Schouderbladen. Inadem, dus je mag je benen weer even lekker klaarmaken. Zit adem in, verleng. Uitademing achter. Adem in, verleng. Uitademing achter. Maak je lang en loop maar eventjes door naar voren toe. Billen naar de vloer toe brengen. En zo ver mogelijk naar voren lopen. Schouders laag. En rol rustig terug. Adem in, maak lengte. En uitademing doen we nog een keer naar voren. Schouders op pannen, houden billen op de vloer. Laatste 4. 3. 2. En ontspannen. Lift jezelf rustig op. Dan zeg ik weer top gewerkt. Super gedaan. Draai je schouders lekker los. Geniet weer van een hele mooie dag. Facebook ook, online. Geniet nog van wat je gaat doen. Ik kom weer bij jullie zoomers. En tot de volgende keer.